Edwin is! Toppers! Hoe is dat, Pik? Je vader zat hier altijd, hè? Hier ook. Ik zat al aan de andere kant. Ja. Nou, hier is een biertje. Ja, jij ook weer? Ik hou alles uit het leven. Het is nog maar een week voor het grote concert in Ahoy. De spanning is bij André dan ook goed voelbaar. Vandaag ga ik mental boksen. Ik heb een mental coach, 1 keer in de 10 dagen. En die helpt mij eigenlijk met eigenlijk alles in het leven. Goed zo. Gaan we ervoor? We gaan volle bak. Okay. Ahoy geeft me heel veel stress. Toch wel het meeste stress op dit moment. En puur omdat... Ja, weet je, ik moet het nu gewoon zelf gaan doen. Als ik daar sta, er is maar één iemand die ik kan gaan verkloten en dan ben ik zelf. Hoe gaat het met de spanning nu? Die is er gewoon absurd hoog wel. Maar door die repetitiedagen, we hebben gisteren en gisteren gerepeteerd. Ja. En het ging zo makkelijk. Ja. Okay. Dat geeft me echt heel erg rust. Oké, en in die zin makkelijk van met je stress? Ja. Oké, en dat is ook de stress niet? Dat is de stress. In dit lijk ik te veel op die ouwe. Ik ben er niet zo blij mee. Hoor. Ik heb heel veel goede eigenschappen van hem overgenomen. Maar ook een hoop slechte, hoor. Jezus. Ja, dus ik ben hem dankbaar, maar ook helemaal niet. Ja. Ik val ze wel af, man. Ja? Komt dat? Weet ik niet. 9 kilo kwijt. Stress, jongen. Voor Ahoy. Denk je dat het ja, is? Dus moeten meer mensen doen om af te vallen. Ja, ja. Ik denk dat ik overdreven gestrest ben. Ik gun het ook niemand anders, want het is eigenlijk helemaal niet lekker. Maar het hoort er natuurlijk wel een klein beetje bij, maar de spanning die ik af en toe kon hebben is gewoon niet lekker. Terwijl André zijn stress eruit slaat, gaat Monique met haar moeder samen met de kleine op pad. Voor zijn eerste verjaardag heeft ze een bijzondere fotoshoot geregeld. Daar heb je allemaal lippenstift op. Doei! Dag D! Vandaag gaan we naar Den Haag voor de cake smash van kleine André. Als je babytje 1 wordt, dan doe je een cake smash. En dan krijgt hij zo'n grote taart voor zich en dan mag hij zichzelf lekker helemaal onderkliederen. Pok. Ja, wij hebben als thema muziek gekozen, wat natuurlijk wel toepasselijk is. Dus ik ben heel benieuwd, want hij is best wel vies altijd. Als hij iets vies vindt aan zijn handjes, gaat hij zo zitten. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij het vindt om dadelijk lekker in die taart te kliederen. Ik heb er wel heel veel zin in. Zingen. Ja! Is de reactie zenuwachtig niet? Ja, niet normaal. Echt niet normaal. Het is zo verrassend, 23 jaar en dan in Ahoy staan. Ja. Ja, alleen hij is bang dat zijn stem het niet redt. En daar ben ik echt zeker van dat het goed gaat. En ja. Ook zijn coach zegt... Ja, op dat moment. Ja, en die zegt ook van, ik maak me absoluut geen zorgen. Ja. Dit kan jij. Ja, hij heeft zelf dan van tevoren die stress, angst. Ja. Ja, dat had zijn vader ook. Hij heeft gisteren zijn hotel geboekt. Ja? Ja, deze vader ook. Een week van tevoren. Ja. En ik vind het prima. Ik vind het beter eigenlijk dat hij even weggaat. Heb ik ook wat rust. Want je loopt op je teen, hoor. Ja. Geloof me, echt. Ik hoef hem dan niet in huis. En dan zien we elkaar overdag wel en dan doen we wel ons dingen. Maar even apart slapen, want ik trek hem gewoon niet. Hij is dan zo gespannen. En dan kan hij lelijk doen. Onterecht. Ja, en ik ben dan de lul. Hij is lekker. Goed. Wat als mijn stem het niet meer doet, toch? Mm-hmm. Kun je er iets over vertellen wat dat dan doet? Dat is voor mij het grootste faalmoment ooit. Waarom? Want wat kan er dan gebeuren? Dan heb je voor niks er naartoe gewerkt, moet je show stoppen. Iedereen teleurgesteld. Met name dat? Ja. Ik ben van het extreme in alles. Of ik doe iets voor 100% of ik doe het niet. Okay. Het is gewoon lekker dat je in je hoofd gewoon iets voor je ziet. Dat je het dan even eruit kan tikken. Links, rechts.
En wat doet dat dan met je? Je houdt gewoon je rust of zo. Ja. Zou je dit willen in je concert? Ja. Oké. Dan moeten we het voelen opzoeken. Ja, ik mag straks wel 2 keer hooi doen, maar ik heb nog steeds het idee dat ik zelf gast ben van mijn eigen show. Ik weet het niet. Ik geloof nog niet dat ik dat ben of zo. En dat ik die dingen mag doen. En dat is puur omdat ik was 13 jaar toen ik begon, dus ik heb altijd echt moeten knokken ervoor. En ik ben heel veel uitgelachen en altijd tegen me gezegd dat er niks van terecht zou komen. Ja, we kunnen wel stoer doen, maar dat doet toch op latere leeftijd iets met je. Want dat blijft hangen. Dus dat is ook, net zoals ik was vroeger altijd dik. Nou, ik heb nog steeds gezondheidsproblemen in mijn hoofd. Ik vind mezelf nog steeds te dik. Ja, dat zijn gewoon dingen die gewoon blijven hangen. Gewoon probleemkind eigenlijk. En wat ik nu zie is dat de spanning wel hoger weer is dan met Heineken Musical. Maar ja, dit is ook wel weer, als ik hem heb gehoord, mijn vader heeft daar gestaan en nu sta ik er. Hè? Dus dat is wel iets extra's. Links, rechts. Oh ja. Het is natuurlijk alles. Het is concerten, maar ook de manier waarop ik met mijn spanning omga, wat ervoor zorgt dat thuis gewoon niet zo heel leuk wordt. Het is gewoon alles bij elkaar. Het is ook dat je een kindje hebt van bijna 1, die gewoon ontzettend veel aandacht nodig heeft. En dat wil je hem geven, maar je zit eigenlijk helemaal niet op te wachten door de spanning. En dat stapelt zich op. Ja, ik heb als mijn hond gaat blaffen, dan vind ik het al een kuthond nu, door de spanning. Ja, dat is gewoon wat gewoon even niet moet. Ja, is goed. Nog 2. Zweten, heb je nog een frustratiemomentje? En jou nu? Ja? Nee. Oh, nooit. Toch wel. Nee. Ik denk dat het heel goed is geweest voor hier, voor mij. En voor de rest, ja, het is weer eruit geramd. Het is ook wel lekker over de tijd. Mooi. Ik hou voor jou open. Nu. Oh, dankjewel. Lief, hè? Helemaal goed. Oh. Wat is dat nou mooi? Chickies. Ja, zie je weer chickies? Dat hoedje nee, met... Dat is open. Hoe leuk is dat? Ja. Ik had een hoedje erbij besteld en dat heb ik niet aan André verteld. Dus hij ziet het duidelijk op de beelden terug. Want ik vind dat hoedje is voor hem gewoon een aandenken aan zijn vader en dat is iets speciaals. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij er dadelijk op reageert als hij dat hoedje op zijn hoofdje ziet. Wat hè? Wat vindt hij ziet? Eten. Lekker, dit is toch te leuk. Hij stopt altijd alles in zijn mond. En zijn vinger zat onder en hij deed 1 keer dus zijn vinger in zijn mond. En toen ontdekte hij dat het eten was, hij bleef gaan. Hij bleef eten. Klap eens in je handjes. Blij, blij, blij. Zo. Het was heel moeilijk om aan het lachen te krijgen, want als hij eet, concentreert hij zich alleen maar daarop en dan lacht hij niet. Dus dat was even het dingetje. Dus we hebben allerlei taferelen uitgehaald om hem aan het lachen te krijgen. Handjes in de hoogte, handjes in de hoogte. Broodjes smeren, oh het was een wonder. André die vindt het heel leuk om deze foto's te zien. Hij had er het liefst bij geweest. Als hij die foto's ziet, die gaat gelijk op zijn telefoon en Instagram en Facebook. En... Nee, vindt hij te gek. Het was zo leuk. Ik raad dit echt iedereen aan om met zijn kindje te doen. Het is echt fantastisch. Ja. Nou, zeg maar dankjewel weer. Tot de volgende keer. André heeft samen met zijn team een afspraak om de tekeningen en de kleurstalen van het decor in Ahoy door te nemen. Hallo. Goedemiddag allemaal. Dag. Hoe is het? Goed jongen. Goed zo. Spannend hè? Ja. Ik ben benieuwd jongens, echt. De bühne is 18 meter ongeveer. 18 bij 10 is het vak waar jij op aan het spelen bent. Ja. En dan gaan we naar voren, hebben we een catwalk van 10 meter. En het podium zelf is 5 bij 5 meter. Heel tof voor jongens. Dit is eigenlijk de laatste opzet hoe het podium eruit moet gaan zien. Het wordt heel veel rood.
Ik heb gezegd, ik wil een beetje dat er mensen binnenkomen alsof ze in een bordeel binnenkomen. Nou, maar dan wel eentje van deze tijd. Aan de ene kant vind ik dit heel mooi, omdat het een beetje dat bruine, dat oud bordeel gevoel geeft. Dat dit wel weer heel erg lekker opvalt. Ik krijg inderdaad die baaldans act. Heb je wel goed? Ik heb goed, ja. Ja, toch is die me een beetje onduidelijk, want de een wil hem dan maar hier. Wij denken dat het mooier is als jij van de B-stage staat en zij zeg maar hier achterop op A. Wat wilde ik specifiek? Nou, vooral heel veel licht. We zijn een show geweest van Bruno Mars en die had zoveel licht dat het eigenlijk netjes te veel was. Maar mensen praten er wel over en dat is ook wat wij willen. En ik heb een bepaald liedje heb ik in mijn set. Daar hoort gewoon iets ontzettend sensueels bij. Iets. Ja, dat je hem gewoon voelt. Dat is gewoon iets extra's. En dat bijvoorbeeld de paaldanseres hebben we daarvoor gekozen. En dat meisje moet ongelooflijk goed zijn. Ja, dat zijn allemaal dingen die elkaar gaan versterken. En het is gewoon af. Het is echt af. Het moet gewoon goed eruit zien. Mensen moeten zien dat we hebben geïnvesteerd. Dat is heel belangrijk. Ik denk zelf dat dit wel de goede kant op gaat qua gevoel, qua hout. Zeker. Wat ik vooral heel erg voel is dat het gaat om mij. Dus dat voel ik heel erg. En het is niet de show die ik met anderen deel. Dus het feit dat er zoveel energie en tijd in wordt gestoken in iets wat voor mij is, vind ik gewoon zo super. Ik voel het wel. Ik denk dat het echt zo super dik wordt. Het wordt echt gek. Ja, heerlijk. Ik ben sowieso wel een zenuwen kip, maar van dit krijg ik juist hele positieve energie. Dus hiervan krijg ik niet dat ik denk, ik ga nu stressen of zo. Maar nee, als ik dit dan zie, dan denk ik, ik heb zin om al 's middags te komen bijvoorbeeld om te kijken hoe de set eruit ziet. Wat ik denk ook wel gaan doen, want het is 8 minuten rijden, dus waarom zou ik het niet doen? Ja. Nou, we zoeken nog wat hulp bij het opbouwen. Ja, bij het opbouwen, ja. Lekker jongens. Ja. Bier. Ben een uur wakker. Monique en haar moeder hebben de kleine even bij oma Corrie gebracht, zodat ze samen lekker kunnen gaan shoppen. We gaan kijken voor kleren voor Ahoy, hè? Ja. Ja, ik wil even een leuk setje. Hallo. Lekker wat kopen, lekker wat passen. Zou jij? Deze keer. Ja, jij weet wat ik leuk vind. En ik ben inmiddels weer afgevallen, dus ik voel me ook weer wat beter in mijn vel. Ja, dus ik zeur niet meer zo heel veel. Jij ziet er altijd. Nee, maar ik zeur altijd. Want dan zeg ik, oh, mijn kont en dit en dat. Dat is ook heel leuk. Ook mooi. Ja, dat vind ik dan alweer leuker dan dit. Nou, ik merk wel dat de voeding waar ik mee bezig ben en het sporten en zo, dat begint wel zijn vrucht af te werpen. Ik ga lekkerder in mijn vel zitten, ik ben aan het afvallen. Dus het helpt wel echt. Dus daar ben ik heel blij mee. Monique kan nu lekker passen, want ze zit beter in de vel nu. Die hormonen, hoe heet dat? De toestand werkt. Er is een hoop op te afgekomen. Er wordt er allemaal een beetje gek van, overspannen. Je wordt ook een beetje vervelender, dus ook een beetje stress. Dus die hooi stress is er al. Een zonnebankje zal André daarom wel goed doen. Ik vind dat ik er best slecht uitzie. Ik val heel veel af. Waarom weet ik niet. Ik ben in één keer van 82 naar 73,5 gegaan. Dus, en dan ga je zo tekenen. Dus dan heb ik liever dat mensen tegen me zeggen, zo, wat ben je bruin. Zodat ze zeggen, zo, wat ben je afgevallen. Dus dat is mijn logica. En ook een grappige anekdote. Als je wat vliegjes ziet in mijn auto. Jarno en ik, we stapten laatst in en we hadden 200 van die kleine vliegjes. En we dachten, waar komt het daar vandaan? Ik zeg, Jarno, je gaat asociaal met mijn auto om, we moeten er iets aan doen. En die kijker lag er dus gewoon een banaan achterin, verrot. Hij pakte hem vast en er kwam alles eruit. Dus het kan zo zijn dat je nog wel wat vliegjes ziet. Mathieu en Journey die gaan ook altijd hier en die hebben een crème van €90. En ik ben dan weer zo gierig om nog niet te kopen. En ik weet dat die daar ligt, maar ze hebben nog nooit tegen mij gezegd van nee, weet je wat, Pik, pak lekker van die crème. Maar ik ga het dus wel doen alsof. Dat ik hem niet zelf moet kopen. Ben jij een YouTuber? Een YouTuber? Ja, of iets anders. Nee? Mag ik even filmen mij? Ik voel me eenzaam. Hoor je wat hij zegt? Ik film mij, want ik voel me eenzaam. Ja, mag! Goedemiddag, hoe is het? Ik wil even liggen achterin. Ja, alsjeblieft. En Jay en Journey hadden het over een crème of zo. Ja, dat steeds wel. Ja, toch? Pak ik een beetje van die. Dan betaal ik daarna goed. Moet ik dit nou goed uitsmeren, anders worden mijn handen zwart zeker. Ja. Dankjewel, lieverd. Dank je. Oh, Monique, dat is mooi. Ja, leuk. Is dat leer? Oh ja. Ja, dat is leuk. Leuk, hè? Ja. Dit kan je gewoon een sneakertje aan. En wat doe je er dan onder? Ja, dat moet ik kijken. Oh ja, een leuke laars of zo. Een laarsie. Een laars. Het is echt Rotterdamse. Mooi
complimenten voor mezelf. Ja, ik heb echt een pesthekel aan shoppen. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik ga altijd gericht naar een winkel die ik ken en daar koop ik wat kleding. Ik ben bijna altijd, hier ben ik heel snel klaar altijd. Ik slaag altijd snel. Maar ik vind shoppen verschrikkelijk. Ik snap echt mannen die er een hekel aan hebben om met hun vrouwen de stad in te gaan. En dan maar dat wachten. En ja. Ja, ik vind het niet fijn. Ik wil altijd gewoon gericht naar een winkel. Daar koop ik en dan weer weg. Lekker, ik ben bruin volgens mij. Ja, ik kan wel zien dat hij aanstaat, ja, hè? Ja, zo. Okay. Dag, schat. Dankjewel, jij ook. Ja, we kochten allebei eigenlijk groen. Het was onbewust. Ja. Maar dat is ook wel een kleur die we leuk vinden. Ja. Het vloekte wel bij elkaar. Dan gaan we niet naar elkaar samen. Nou, we hebben leuke dingen. Ja, ja, leuke vlucht. Nou, lekker wokje hoor, Lon. Ja. Ik durf dit niet neerzetten, breng ongeluk. Gezellig. We hebben een lekker gezellige middag gehad samen. Dat komt dan ook niet zo vaak van. Leuk hoor. We hebben het leuk gehad. Nu naar de baby. Zo, geslaagd. Het is een week voor het grote concert in Ahoy. André neemt daarom voor de hoognodige rust zijn intrek in het hotel. Zag je dat, mevrouw? Belangrijk in Rotterdam natuurlijk. Ja, succes. Dank u wel, mevrouw. Dank u wel. Ik sta te wachten om in te checken. Het is een beetje druk alleen. En ik vroeg net of ze misschien een vers alleen hadden, maar dat hebben ze niet. Dat is fijn hoor. Dan zijn we aan het filmen. Er komt een nette gozer binnen met zijn buitenvrouw. Oh, ja. Goedemorgen. Gaan we lekker samen in bad, jongen? Hey. Gezellig, gezellig. Dankjewel, schat. Super. Hartstikke fijn. Dankjewel. Dat is hier naar boven. Nu Monique haar managementtaken aan Ricardo heeft overgedragen, heeft ze nagedacht over een nieuwe carrière. Dit is wat ik heb vernomen, een boerderij waar ze honden opvangen, dus dagopvang en ze doen hondencursussen, dus trainingen, maar ook honden trimmen. Joehoe. En ik ben bezig met een online programma, dat zijn we nu aan het opzetten. Daarin ga ik met een mobiele hondentrimsalon ga ik op pad, ga ik honden trimmen. Is daar iemand? Maar ja, daar is wel een cursus voor nodig. En het is vandaag de dag dat ik dat ga leren, dus ik ben benieuwd hoe het gaat. Joehoe. Nou ja, dan gaan we maar beginnen. Oh. Sandra! Dit is wel een beetje een droom van mij die uitkomt. Want voordat ik André leerde kennen, was ik zoekende naar wat ik nou wilde gaan doen wat dicht bij mijn hart lag. En nou ja, dat is gewoon honden. Daar sta ik onbekend. Joehoe! En toen kwam ik André tegen en dan loopt je leven wel heel erg anders. Dus ik vind het wel heel leuk dat ik dit nu toch een beetje nog kan gaan doen. Want ik word daar heel blij van. Ik zie geen hond. Hé, hey, daar is iemand. Hi. Hallo. Hallo, Mariska. Ik ben Monique. Hallo. Ik kom een dagje meelopen. Kijk wat je trimmen vindt. Ja. Zullen we naar de trimsalon? Ja, leuk. Dan heb ik een paar puppies voor je en we hebben één hondje die we puppies gaan trimmen. Ja, puppies ook. Heel leuk altijd. Dus oké. Okay. Hey, Sammy. Kusjes. Wauw, wat een leuke kusjes. Dat is wel een beetje nodig volgens mij. Ga je mee deel van de trimsalon? Kom maar, krijg ik ook zo'n leuk jasje? Ja. Oh echt? Oh leuk. Ja, dat hoort erbij. Wat doe je nou? Even vastzetten, want anders kan die van tafel vallen. Daarom hebben we altijd zo'n lijntje. Ik weet niet welke maat. XS. Nou, doe maar wat. Doe maar wat. Nou, Billy. Ben je er klaar voor? Jij gaat mij dan uitleggen hoe ik dit moet doen. Ja. Ik laat je eerst zien hoe ik begin. En dan mag je... Ja. Als je het durft dan. Ik zou wel moeten. Jullie hebben wel een lekkere hond voor me uitgekozen vandaag. Ja? Nou, de laatste keer dat ik zoiets trillends in mijn handen had, was iets anders. Wacht even, waar moet ik deze hand houden? Hier. Nou, en nu? Want ik durf niet meer verder naar beneden. Nee, dan gaan we beginnen met mijn afdeling. Hier zit de klit. Dan kom je bijna niet eens door. Ja, ik vind wel een hond. Het is een beetje een schaapje. Ik ga me gelijk opgeven bij Boer zoekt vrouw, want ik kan nu ook schapen. Ja.
scheren, denk ik, hierna. Dus deze is echt je eerste keer? Dat mijn je... allereerste keer, ja. Oh. En vind je het leuk om te doen? Ja, ik vind het wel leuk. Ja, weet je waarom? Omdat je een beestje eigenlijk ermee helpt en weer mooi maakt. Ja. Jeetje, wat een klit heeft dit hondje, zeg. Ja, ik moet wel goed voelen, want soms, ik weet niet wat ik in mijn hand heb, een klit of een piemel. Piemel. Ja. Ik weet niet of je een klit of een piemel moet in je hand hebt. Ja, ik heb een piemel, ja. Je hebt zijn piemel vast, hè? Ja, ik heb zijn piemel vast. Ik ben zo bang dat ik je piemel pak. Ah, er blijft niks van je over, Roep. Ik vind het echt heel erg leuk om te doen. Ja, het is ook een ontspanning. Het is heerlijk. Je vergeet dingen, je bent gewoon lekker bezig met het hondje. En ja, je helpt hem. Ik vind het wel echt fijn dat ik dit nu ga doen. Oren doe ik altijd, hou ik mijn hand eronder. Heb jij geduld? Ik heb wel geduld, ja. Dat moet wel met een man als André. Heel goed vind ik voor de eerste keer, allereerste keer, vind ik dat het heel goed doet. Ik ben klaar. Tadaa. Ja! Kijk, modeshow! Bedankt, hè. Nou, graag gedaan. Doeg. Dankjewel. Doeg. Ga je mee, Willy? Vanavond heeft André zijn laatste optreden in het land. Ik heb ook nu ook al voor jou aan het werk, zeg. Ah, ik heb nu een optreden in de fabriek. Een fabriek met een Q in Maarsen. Het is een bedrijfsfeest. En daarna gaan we door naar Heergewaard, naar Club Marlene. Hoe is het, vrouwtjes? Ja, goed, man. Number 6. Zo. Prima, hoor. Kees? Ga daar eens in, kijken of je daarin past. Ja, ja, ik kom eraan. Ik maak de foto omdat André het fijn vindt, omdat hij soms het podium niet kan zien. Omdat dit, de afstand nu ver is. En dan vindt hij het fijn om te zien van wat voor mensen er zijn of wat voor zaal. Dus dan maak ik een foto en laat ik het zo meteen aan André zien en wat hij kan verwachten. Topfoto. Ja, hij is heel waardig deze. Dus ik kan beter niet deze doen. Ik let op het type mensen wat er staan. Het type podium wat er is. Dus is het diep? Is het met een catwalk? En wat voor soort zaal het is. En of het goed verlicht is, maar dat is allemaal prima. Ja, dus dat is altijd dan wel weer een soort minder. En even wijf zijn. Oh, ik kom nu heel dichtbij. En natuurlijk, de stress wordt ook steeds meer. Ik heb ook al besloten om in het hotel te gaan liggen. En de afgelopen twee nachten is Jan er bij me gaan slapen, omdat het de eerste nachten zijn. Oh, er zijn drie nachten al. Drie nachten. De afgelopen drie nachten slaapt Jan er bij mij. En morgen gaat hij dan wel weer een keer naar huis. Zo moet ik het allemaal wel zelf gaan doen. Maar het is, ja, het is wel heel spannend. Hé, hey, mijn jongen. Hey, June. Ik had je foto's doorgestuurd, hè, van het podium. Ja. Ze zijn niet jong, hè, allemaal. Nee, even een kiltabletje voor je kil zo. Hebben we dat? Zou je alsjeblieft voor mij willen? Natuurlijk, vriend, tuurlijk. Gaan we die even halen? En toch ook een beetje snel, we moeten zo op. Ik had hem ook kunnen hebben. Dus hoe ver het lopen is. Hij heeft niet doorgehad. Jawel. Ik zweer van niet. Hij zegt, ik heb inmiddels alles aan die gek gegeven. Ik heb hier nog... Jarno, die zien er vochtig en vies uit. Nee, dat heeft Peter allemaal gegeven. Serieus. Dankjewel, Pik. Nou, Jarno, je grafkist hebben we besteld. Ga eens kijken of je erin past. Nee, je legt mijn hamster in, hoor. Ik ben nu de hele dag bij hem. En wat ik wel merk is dat hij nu wel snel op zijn teentjes is getrapt, zeg maar. En dat ik wel merk dat hij steeds zenuwachtiger wordt. Maar wel een gezonde spanning. En ik denk wel dat hij... zijn stem is goed, dus ik denk wel dat het goed gaat komen. Is everybody happy? Happy? Ja. Nou, jongens, gelukkig maar. Ik wel in beeld. Hij moet sowieso niet te veel praten, ook niet vooral met mensen. Zometeen hebben we bijvoorbeeld een optreden in Heergewaard. Daar zijn we al drie keer geweest. En dat is best wel een man die heel veel van praat houdt. Ik denk dat het handig is, ik geef hem dan wel een seintje of een stootje aan zijn knie van niet te veel lullen. Ik denk aan je stem. Maar vanavond doen we er nog maar twee en dan zijn we vrij. En dan kan hij zich volop focussen op Ahoy. En ik weet zeker dat het dan zeker goed gaat komen. Ja, ik moet door, ik moet naar Heergewaard. Ja, ken je het? Ja, ik heb het wel eens gehoord. Laatste optreden, hangballetje eten. Ik moet een biertje met die man drinken, want dat is echt dat zijn belang, dat vindt hij heel belangrijk. Dus een biertje met die man. En heel leuk publiek daar, top publiek. Ga mee. Adwinus! Hey!
Toppers! Hoe is het nou, Pik? Hoe is het druk? Ja. Ja? Ik ga sparen. Ja, toch? Lekker, hè? Kan ik hem hier zetten, Ad? Je kan hier zitten. Jij wordt de absolute ster van Nederland. Lekker, hè? We komen een biertje drinken bij. Ja, lekker. Ja. En een gakbal. Hallo, goedenavond. Dankjewel, Pik. Wel leuk dat ze er is. En dokter! Hey, weet je nog, in 2015, de eerste keer. Ja? Wat zei ik tegen je? Jij wordt echt een grote ster. Je vader zat hier altijd, hè? Hier, ik zat al aan de andere kant. Ja. Nou, hier is een biertje. Ja, ah, jij ook weer? Ja, nee, ik heb het water, hè. Oh, water! Oh, nee, dat is van je. Oh, nee, van Peter. Maar je mag voor mij echt miljonair worden. 100%. Oh, dat vind ik lief. Meen ik serieus. Dankjewel. Echt. Okay, dankjewel. Je doet het zo geweldig. Dankjewel. Als jij op een feest bent, is het top. Ik verwacht ook een fantastisch Ahoy. Ja, ik ook. Ik ben Heineken Musical geweest. Fantastisch. Kippenvel, tranen. Heel veel mensen. Dat jij begon. Geweldig. En je vader ook. Hier altijd kippenvel. Ik heb altijd alle artiesten aangekondigd. En als je ook begint, meteen je hele hut gaat. Ja. En dat is de kracht van artiest. Ja, die loopt ook al een tijdje mee. Stukkie. Ja, Freek kwam hier al met pa. En nou met zijn zoon. Het is toch ongelooflijk. Wat een geheim van mijn gakbal is, dat zijn de dames die ze draaien met de kruiden erin. Ja, en elk artiest vindt ze lekker. En André vindt ze lekker, René Vroeger vond ze lekker, Rob de Nijs vond ze lekker, Marco Bassata vond ze lekker. Rob de Nijs heeft ze zelf al eens een keer meegenomen. Hij zegt, mag ik er een zootje meenemen? Nou ja, laten wij ze toch hier al hebben. Ja, hier zijn ze gewoon koolhard. Gaan we ze ontdooien, gaan ze in de pan. Ja, en dan zijn ze top. André, ik kan een paar meenemen voor oma. In december zijn het oliebollen. Dus ja. Maar dat is het geheim. Zijn we jongens? Zijn we. Deze. Het geheim van Bart is in Marlene. Ja. De enige echte. Het doorgeeft. Oh, lekker jongens. Oh. Hey, mosterd. Ik pik. Laat hem altijd. Klaar voor. Twee weken. Hij is heerlijk weer. Ja, de lijmers. Kan je er een paar meenemen? Ja, dat gaat wel, hè? Ja, oké. Okay. Dit zijn de gakballen, koningin. De bakken ze, douwen ze in een pannetje. En jullie hebben ze vast. Douwen ze erin, waar douwen ze? Al 27 jaar, jongens. Ik heb er nu al 2,5 op. Hey, joh. Ik heb de ballen van mijn lening, meneer. We gaan natuurlijk allemaal 13 en 14 oktober naar Ahoy. Hij is hier. Terug in het hotel gooien de mannen even alles van zich af. Kan nog een potje hiervan zo? Lekker. Ja, bon. Ja, heb je was je onderhoek normaal? Hoe kan dat? Het zit gewoon niet lekker voor me. Laat maar. Waarom draag je een onderhoek dan? Dit is het samen een place werk. Ik zit hier voor mijn rust. Maar als hij in bad gaat of gaat douchen, heb ik altijd dit gezeik. En nu kan ik het, want het is nu even dit liedje. Dan doet hij hem nog een keer. En als hij hem dan nog een keer doet, ben ik het echt helemaal zat. Ik moet wel zeggen, ik zou wel in een hotel kunnen wonen, hoor. Elke dag je bed helemaal strak. Mijn kleding wordt gewassen. Er wordt elke avond thee voor me gezet, fruit voor me gemaakt. Ik zou wel kunnen wennen zo, hoor. I think I wanna tell a name on me. I heard a lot of sexy women. This is not the same for me. Looks like a bounce. Oh, lekker, weet je, je voet in mijn kont. Lekker. Zo klopt het, toch? Ja? Top. Ga je geven hier, man. Hoppatee, gaat ie. Ik maak eerder die 1-0 dan jij, geloof mij. Ja, komt ie. Yes. Yes. Ah, wat een goal zeg. Nu André in het hotel zit en de stress van Ahoy iets te veel wordt voor Monique, heeft ze besloten om er even tussenuit te gaan.
ik ga even lekker een paar dagjes naar mijn ouders in Spanje. Die hebben een appartement gehuurd. Ik ga met die kleine even daar naartoe. André die zit een paar dagen nu voor de Ahoy in het hotel. Nou, het is hier zo bagger weer. Dus mijn moeder zei, kom lekker naar ons. Dus ik heb de koffer gepakt en we gaan. Ja, we komen eraan. Yes. Dag, mijn schat. Tot gauw, biekeltje. Zo, daar gaan we. Ik hoop dat hij het goed doet. Ja, joh, hij heeft nu al zo vaak gevlogen. Alleen hij is nu natuurlijk druk. Hij wil van alles. Weet je, hij wil bewegen. En, ja. En ik kan niet met speelgoed in het vliegtuig, want hij gooit alles op de grond. Een dus iPadje of zo heb ik ook genut. Ja, heb ik niet. Die heeft André mee naar het hotel. De honden ga ik heel erg missen. André kan er contact mee hebben natuurlijk via FaceTime elke dag. Dus dat is anders. Maar de hondjes die mis ik altijd. Zeker wel. Is het de eerste keer voor Spanje voor hem? Voor hem is de eerste keer Spanje. Ja, hij is alleen naar Ibiza geweest. Oké. Ja, ook een soort van Spanje. Ja, is ook Spanje. Maar hij spreekt het nog niet, hoor. Die foto van hem. Ja, mooi, hè? Schattig, hè? Die was hij 3 maanden. 3 maanden was dat. Mama, hoe is dat? Zegt hij altijd? Ja. Mama, goeiedag. Hi. Geniet er lekker van. Doe ik, dankjewel. Maar, groetjes allemaal daar. Dag vriend. Dada. Het is nog maar een paar dagen voor het grote concert in Ahoy. De laatste repetitie. Volledige doorloop vanavond. En ja, dan gaan we richting Rotterdam donderdag. Dan gaat het echt gebeuren. Op dit moment gaat het met André wel goed. Ik merk wel aan André dat de spanning nu echt begint te komen. Ja, het is bijna zover. En ik begin het ook wel nu te voelen, hoor. Ik slaap slecht door. Ik lig er een beetje wakker van. En het is ook, ik wil het gewoon nu doen. Aan de ene kant heb ik er ongelooflijk veel zin in. En aan de andere kant vind ik het gewoon heel eng. En niet omdat het veel mensen zijn, want dat ben ik nu gewend. Maar ja, het is gewoon 2 uur show geven. En het is gewoon alsof je zeg maar, in één keer in de Champions League mag spelen of zo. Monique die zit nu in Spanje met de kleine. Waardoor zij even afstand heeft en André ook even zijn rust kan pakken. Ik denk wel dat het even goed is dat zij weg is gegaan naar het buitenland. Zodat dat de spanningen tussen hun, dat het iets rustiger is. Omdat André een heel kort lunch heeft. Ik vind het heerlijk om even in een hotel te zitten. Maar ik merk nu wel dat ik het gezinsleven ook wel een beetje mis, toch? Ja, dat kuchje, daar moet ik even wat aan doen. Want het is weer terug, maar dat was eigenlijk met repetitie zo goed als weg. En toen had ik er een straf op gezet. Hè? Dus iedere keer als hij zou kuchen, dan zou ik hem, ik weet niet meer, wat hadden we nou gezegd, 10 of zo moest hij dan betalen. En dan zouden we er met de band uit eten van gaan. Het gekke is dat ik, ik heb dezelfde spanning als die oude, dat zeker. En hoe meer ik aan denk van dat ik het anders wil en juist niet op die manier, dan hoe meer dat wel gebeurt, zeg maar. En dat is niet alleen met spanning, maar dat is eigenlijk met alles zo. Ik denk heel vaak, daar wil ik wegblijven en ik wil het helemaal anders doen. Maar dan doe ik het gewoon precies hetzelfde. Ja, dingetje. Spanning, hè? Ik merk het nu wel een heel klein beetje aan. Maar dat moeten we er even uit trekken. Ik weet niet of dat gaat lukken, maar we gaan het proberen. Ik merk aan hem dat hij de afgelopen dagen vooral, dat hij iets meer een korte lontje heeft. Dus als ik iets zeg, dat hij wel zegt van, ja maar Giorno, dus gelijk in de actie schiet. Gaat goed, man.
Ja, het gaat beter dan ik heb niet zo goed geslapen de afgelopen nacht. En het is even wel heel hard werken nu. Als ik dan kijk naar de eerste twee repetitie dagen, dat ging zo soepel. En nu moet ik echt wel echt voor werken. Dus ik heb nog een paar nachten om even goed bij te slapen en even... Hij krijgt officieel rust. Hij moet nu echt rust nemen. Ja. André heeft aan mij gevraagd van, had het gezien bij Robbie Williams? Dat hij met zijn beste vriend, dat ze samen gingen zingen. En hij vroeg aan mij, hoe sta jij er tegenover? En ja, wat deed ik? Ik zei meteen ja. Mensen weten niet wie mijn gastartiest is. En als ik dan zeg, nou dames en heren, hier is mijn gast. En dat ik dan Jarno op het podium. Dat vind ik gewoon heel grappig, vind ik briljant. Slaap je al, ik wilde nog wat kwijt. Ik maak je even wakker, tot mijn spijt. Dus dat is het liedje. En zoals je hoort, het is super vals. Maar ik denk dat de mensen wel gaan lachen hoe we het gaan doen. Dus ik ben benieuwd. Nou, hij is echt een hele slechte zanger. En dat maakt het wel heel erg leuk. Even kijken, Jarno komt er dus bij. André staat op B-stage en Jarno komt ergens halverwege het liedje op B-stage erbij. Jarno, die kwam net heel zenuwachtig naar mij toe. Wij moeten even praten, Robin, we moeten even praten. Maar ik hou hem gewoon af, want hij moet gewoon diep in. Dat wordt natuurlijk super grappig in Ahoy. Misschien ga ik hem nog een heel klein beetje helpen. Ik bedoel, ik vind het wel leuk als mensen... Nee, ga ik niet doen. Nee, ik ga hem niet meer helpen. Nee. Jano zoekt het me lekker uit. Dat is eigenlijk wat het op neerkomt, ja. Ach ja, arme jongen. Heel goed gevoel. Ik was niet helemaal zeker vandaag van mezelf. En als het dan toch lukt, dan kan ik alleen maar denken... Jezus, wat wordt het er over 4 dagen? Want ik weet, als ik nu 4 dagen mijn focus heb... Dan ben ik echt... Dan ga ik het gewoon nelen. Dus dat voel ik. Ja, dus ik ben heel erg blij. Ik ga nu lekker naar mijn hotel. Gabber, ik heb genoten van je. Ja, van jou. Echt oefenen, hè, Pik? Oefenen. Tekst oefenen, hè? Oefenen. Pik. Ik hou van je. Goed. Bedankt, Paul. Ja, ik zie je. Kom, grap. Doei. Dag, jongens. Bedankt. Na een geslaagde repetitie gaat André alleen terug naar het hotel. Zonder Monique. Zonder Jarno. TV laat ik dan aan, omdat ik bang ben in het donker. Ik hou niet van donker. Ik vind het gewoon eng. Ik zie niks. Vind ik irritant. Oh, wat lekker zeg dit. Ik vind sowieso een hotel slapen heel lekker. Ik hou er gewoon van dat alles altijd schoon is en nieuw. Maar ik werd gewoon gespannen. Dus dan, en dit is dan de oplossing voor mij wel. En voor Mona ook. En die is nu even lekker weggegaan. En omdat ik wil gewoon geen ruzie thuis. Dat is het enige wat ik, waar ik niet op zit te wachten. Ruzie. Hey. Ja. Lekker. Zo. Zal ik meer neerzetten? Heel graag, zei het. Zo. Je bent een topper, hè? Dankjewel voor die fijne avond, gozer. Hey, okay. Het gekke is, mijn vader was niet de perfecte vader. Alleen ik kan niet boos op hem zijn of zo. En ik verwijt hem ook niks. En hij leefde gewoon anders dan een normaal mens. En daar is ook weer wat voor te zeggen. Hij leefde zoveel voor zijn fans. En ja, als je er al 13 jaar niet meer bent en er wordt nog steeds zo over je gesproken.
Nou, ik kan alleen maar respect voor hebben, hoor. En ik ben wel anders, want ik de momenten dat ik thuis kan zijn overdag, heb ik met hem. En mijn vader ging bijvoorbeeld wel de kroeg in en dat doe ik niet. Zo ben ik dan ook weer niet. En ik ben heel bang dat ik wat mis van hem. En mijn vader was meer bang dat hij wat mist in de kroeg of zo. Dus er zit altijd nog wel iets van verschil. Ja. Volgende week is André blij als hij na lange tijd de kleine weer ziet. Hey! Dat FaceTime is gewoon gekut, want ik wil hem vastpakken. En brengt oma Corrie vlak voor het concert ook nog even een bezoek aan het hotel. Hey! Hallo! Hallo, mijn liefde. Kom je eten brengen? Dat vind ik heel lief. Ja, dat geloof ik graag. Je zou blauwd gehongerd zijn hier.